Daar zijn wij weer. Aan het werk aan de Erard 29985. En je ziet het, hij wordt alleen maar kapotter lijkt het wel. Maar dat is niet zo. Wies, die moet even goed in beeld. Want ja, die doet minimaal net zoveel als ik. Is ongelooflijk goed met hout. Ze is bezig nu met het stemblok. Dit blijft dus allemaal origineel. En dit wordt dus nu een nieuwe beukenlaag. En wat we nu doen is om die laag weer precies na te maken naar dus die originele volledig gescheurde laag. Heel precies klusje. Het moet precies qua schuinte allemaal juist zijn. En dan op een gegeven moment gaan we hem erin lijmen. En kunnen we dus ook weer de nieuwe gaten van de stempennen gaan boren. En hebben we weer een helemaal gezond stemblok. En dat terwijl we dus nog een klein gedeelte hebben kunnen behouden. En dat is ongelooflijk leuk. Je ziet het rast, hoe mooi, stabiel en hoe ongelooflijk sterk dat gebouwd is. Het is echt heel erg solide gemaakt allemaal. En dat, ja, dat is ongelooflijk goed. Dus we moeten hier wat gaten vullen, maar verder is dat in heel goede staat. Wat er nog ontbreekt is de zangbodem. Daar heb je hem. Hij ligt nu op zijn kop. Als je een beetje inzoomt, Paul, als je een beetje hierheen komt, dan zie je hier nog duidelijk al die scheuren, waar ook dus allemaal epoxy in is laten lopen. Hier zijn we nu de lak, kijk, hier zie je nog de oude lak zitten, zijn we nu de originele lak aan het afhalen. Dat bewaren we allemaal. Deze poeder, kijk, hier ligt nog een beetje, dat gaan we straks ook weer filtreren, oplossen in alcohol en dan lost dat dus weer op en kunnen we dat weer helemaal gebruiken als originele lak. En dat is eigenlijk wel zo leuk. Dus zo houden we hem zo origineel mogelijk. We gaan de zangbodem repareren. We zullen dit allemaal los uit elkaar halen. We zullen de epoxy moeten verwijderen. Hier en daar een stukje vuren dus erbij zetten om die zangbodem weer compleet te maken. Dan gaan we hem de spanning geven en dan gaat hij uiteindelijk weer terug in de vleugel. Maar zover is het nog lang niet en vast daarvoor zal er nog wel een filmpje komen. Tot de volgende!